Goed ze, hè? Nog eens een zondag erom. Ja, ja. Kom toch maar proberen, hè. Allee, Roel, geef terug een kaas. Misschien win de naal. Hé, hey, mevrouw, komt dan deze nu misschien bekend voor? Hé, hey, meneer, moet niet weglopen, hè? Alla, Patrick, jongen, hoe kun je? Godverdomme. Vandaag het verhaal van Richard. Richard is een doodgewone alien, maar zoals blijkt uit de recente verkiezinguitslag, zijn aliens niet echt geliefd momenteel. Toch begint Richard steeds meer op een bv te lijken. Hij heeft echt menselijk haar, werkt voltijds en duikt bovendien op in allerlei populaire programma's. Ja, dat was ongelooflijk, hè. Dat was de eerste keer dat ik daar zat. Hey, mijn nummertje, Richard. Ja, ik voel me helemaal thuis. En iedereen klappen van mij. Ja, dat is onbeschrijfelijk, dat gevoel. En ja, de eerste punten, ja, je verwacht dat niet. Dat zou het al niet, maar ja. En dan nog eens 1000 punten. Blijft komen, blijven klappen, meer applaus. En ja, ik krijg zelfvertrouwen. De mensen schrikken van, oei, hey, wie is die groene hier, hè? Maar ja, tja, uiteindelijk, ja. Ik kan dan lopen met een hoofdprijs, hè. Ja, dat is onbeschrijfelijk, hè. Dat is niet dat je die frigo wint of dit en dat. Dat is, ja, dat is het gevoel van, ze accepteren mij hier. Ja, dat is ongelooflijk hartverwarmend. Hey, Roel, die van ons debit, mijn waf, die belt niet terug. Ik zit kijk zonder tweede kandidaat. Dat gaat niet bij ons, jongen. En on passe six skinner en door, was het ook mijn genoeg. Oké. Hey, Roel, jij een nieuwe look of wat? Is kijk af, jong. Ja, ik zit nou maar in al. Alla, Dibby, pak je een telefoon op, godverdomme. Welkom bij de ultieme laatste verkiezingsshow. We gaan discussiëren met de verschillende kopstukken. Patrick, jouw eerste reactie op de nieuwe ontwikkelingen? Joh, ik kies in het zag al geweten. Wat zit u al hier nog te doen? Er is blijkbaar een probleem met het licht. Nee, meneer de prater. Er is niks mis met licht. Daar is de voorbije maanden heb ik een aantal dingen geleerd. Namelijk dat mensen die zich willen voorstellen als zooi niet terugdazen om illegale middelen te gebruiken en om mensen tegen elkaar op te zitten. En dat mensen waarvan ik dacht dat ik ze kon vertrouwen eigenlijk ook bedriegers zijn en hun hele leven bij zeggen op leugens. En het belangrijkste van alle heb ik geleerd dat niet alle aliens moordzuchtig gewijzen zijn. En dat is dat er ook paar zijn die een goede taart hebben en goed kunnen lusteren en foute peden nemen. En daarom heb ik met Richard, die ik ondertussen ongetwijfeld allemaal kind en die ondertussen maar een levenspart nog eens geven. Met jouw volle grillen, ja, dat ik hoor het goed. We hebben samen een partij opgericht voor marginalen die het buizen zich te moeten verstoppen, maar ook een hand willen raken naar de niet-marginalen. En voor aliens die hier in vrede en in harmonie willen samenleven op deze planeet. En mochten we mogen de verkiezingen winnen, dan geven we een feest op de Richards in de planeet. Ja, maar welkom, mijn mannen. Hey, drinksken, hapken en zo. Hey, laten we als teken van verbondenheid elkaar allemaal een hand geven. Come on. Je volle Richard, de onderkroper, godver. Hey Patrick, ik zie niet met dat je komen zeggen, ik ga met Debbie mee, hè?
Godverdomme, maar machine, jongen. Maar god, wat kosten ze? Hier, gewoon weer, godverdomme. Goedenavond. De verkiezingen zijn deze keer gewonnen door de regenboogpartij van Debbie en Richard. Het zogeheten tweede Romit Parismol effect bleef ook deze keer weer uit. Zeg Debbie, waarom pakt de gauw een telefoon niet op zich? Patrick, ik denk dat je eerst nog een uitleg verschuldigd zal, hè? Ja, Debbie, ik weet het, maar die Suzanne die heeft maar gedwongen, hè. Ik wou dat eigenlijk niet zo, maar... Nee, Patrick, ik geloof niet meer in al die jaren. Mijn besluit staat vast. Kom, jongen, mijn Roos, gedom met die zever. Hé, hey, Ro, je weet echt niks tegenaan, heb, hè? Jij moet altijd komen naar ons feestje, hè? Ze is altijd welkom. Oké. Hé, hey, Roel, jij kent Richard gewoon of wat? Kijk graaf. Oké, mannetjes. Als je bonnetjes wilt, moet je hem roepen, hè. Onze beat, bij Jos en José afleveringen herbekijken, dus hij werd lachen, hè. Oké. Okay. Roel, onnamelijk ook gedacht, hè. Kom maar eens mee. MUZIEK